Welkom terug. Ik wil het nu gaan hebben over statische startpagina's. Via de Customizer zagen we net dat je een statische startpagina kan instellen door onder de optie Startpagina toont een statische pagina aan te klikken. Je kan vervolgens een startpagina selecteren naar wens. Ik heb een homepagina aangemaakt en ter illustratie dient deze homepagina als een productpagina voor WordPress webhosting pakketten. In eerdere video's heb ik laten zien hoe je een pagina kan opmaken. Door de homepagina als startpagina te selecteren, zal deze pagina altijd getoond worden bij het bezoek van mijn website. In tegenstelling tot een lijst van berichten die hiervoor getoond werd. Zoals je ziet. Daarnaast is het handig om als berichtenpagina ook een pagina te selecteren die als functie heeft om je berichten op omgekeerd chronologische volgorde te weergeven. Ik klik op opslaan en publiceren. En ga naar de homepagina van mijn website om het resultaat te aanschouwen. Wat nog handig is om te vermelden is dat er pagina templates bestaan. Dit heb ik in het vorige hoofdstuk ook kort belicht. In het huidige thema dat ik gebruik, 2016, zijn er geen pagina templates beschikbaar. Maar controleer wel even of dat bij jouw thema het geval is. Het kan namelijk zo zijn dat de ontwikkelaar van jouw thema een speciale pagina template heeft gemaakt om als homepagina te weergeven. Dit kan je controleren in het bewerkscherm van jouw pagina. Er zal dan aan de rechterzijde onder het kopje pagina attributen een template beschikbaar zijn.